Seppi Hilbrand, die haar carrière ooit begon bij het Rebels SBS 6 met 6-pack, heeft zich een weg gebaand door de jungle van de televisiewereld om een gevestigde naam te worden bij de publieke omroep Nvara. Haar reis was rijk aan avontuur, van de debuutdagen tot aan de prestigieuze rol als een van de gezichten van Opeen en uiteindelijk als de co-host van een vooravondshow die voortdurend in beweging is, net als haar carrière. Maar wat echt de tong in losmaakt is Seppi's recente verschijning zonder make-up. Haar volgers zijn zich kapot geschrokken. Waar anderen zoals Angela de Jong de camera's weren tot ze de finishing touch van de visagist hebben ontvangen, staat Seppi vrij onbewogen onder het scherpste licht. Haar besluit om een video op te nemen voordat ze klaargemaakt en een dikke laag plamuur op haar hoofd heeft zitten, hebben vele reacties losgemaakt. Het publiek was verbijsterd, sommigen zeiden dat Seppi er meer uitzag als iemand in de 60 dan als een vrouw in haar leed 40er jaren. Een reactie ging zelfs zover door te zeggen dat zijn 76-jarige moeder er beter uitzag. Oordeel zelf hieronder de foto van Seppi zonder make-up.